Ben jij ook zo iemand die graag in alles de beste is? En dus doe jij ook het liefst een sport waarbij je op voorhand weet dat je gaat winnen? Of misschien heb je wel eens gedacht aan een topsportcarrière? Wel, in beide gevallen is het sowieso belangrijk om een sport te kiezen die je echt, maar echt ligt. En hoe dat daar in elkaar zit, dat ontdekken we de komende minuten. Oh. Goed gedaan, goed gedaan. Wij van de Universiteit van Vlaanderen volgen bewegingswetenschapper Eline Lievens mee naar de sporthal van de Universiteit Gent. Hoe weet je welke sport het beste bij jou past? Onze spieren die bestaan uit twee typen spiervezels. Je hebt snelle en je hebt trage. En sommige mensen die hebben meer snelle spiervezels en andere meer trage. En de verhouding van die vezels die bepaalt voor welke sport je gemaakt bent. Ik gok dan dat die snelle spiervezels heel explosief zijn en de trage hebben een langer uithoudingsvermogen? Precies. Die snelle spiervezels die heb je nodig om heel krachtig te kunnen samentrekken. En die heb je dus bijvoorbeeld nodig om te sprinten. Stel je voor, Lukaku, een snelle voetballer, die heeft waarschijnlijk veel snelle spiervezels. En die snelle spiervezels die heb je ook nodig voor gewichtsheffen, voor BMX en voor verspringen. En voor nog heel wat andere sporten ook natuurlijk. Maar die snelle spiervezels komen ook met een nadeel. Ze kunnen niet zo lang volhouden en dan heb je die trage spiervezels nodig. Die trage spiervezels die vind je daarom veel terug bij marathonlopers, en bij triatleten. Het kan ook dat je evenveel snelle en evenveel trage spiervezels hebt. En eigenlijk zijn de meeste mensen zo gebouwd. En dan ben je gemaakt voor een 800 meter in de atletiek of bijvoorbeeld voor tijdrijden in het wielrennen. En zo bepaalt het spiervezeltype, dus of je eerder snel, traag of intermediair bent, eigenlijk voor welke sport jij gemaakt bent. De verhouding tussen die trage en snelle spiervezels is grotendeels genetisch bepaald. Daar kan je dus niet veel aan veranderen door veel te gaan trainen of zo. Die snelle en trage spiervezels zitten ook door elkaar in al je spieren. Ze zien er hetzelfde uit, maar ze werken wel helemaal anders. In de trage zitten veel meer mitochondriën, dat zijn die energiefabriekjes van onze cellen. En daarom kunnen ze voor een veel langere tijd energie produceren, veel langer dan de snelle. Dat was al langer bekend, maar dankzij Eline kan je nu ook redelijk makkelijk meten wat voor spiervezels jij hebt. Tijdens mijn doctoraat heb ik een methode geoptimaliseerd om dat te kunnen meten. Allee, eigenlijk bestond er al een methode, maar die methode is niet plezant. En dat is eigenlijk een understatement, want die methode doet echt heel veel pijn. Ik heb dat zelf al ondergaan en er wordt tijdens die methode eigenlijk met deze naald een stuk spier gesneden uit het been van de atleet. Nu, het probleem is niet alleen dat dat pijn doet, maar ook dat dat niet helemaal representatief is. Wat wil dat zeggen? Wel, als je een tweede biopt zou nemen, 2 centimeter verder, dan zou dat mogelijk een ander resultaat geven. Veel meer snelle spiervezels of veel meer trage spiervezels. Het is dus niet zo accuraat, doet pijn en daarom hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld. Ik ben benieuwd. Een nieuwe pijnloze methode dus. Leg eens uit. Wel, ik leg een atleet onder de scanner en ik meet daarbij de kuit. En die kuit die vertelt mij eigenlijk het spiervezeltype van het volledige lichaam. Dus die kan mij bijvoorbeeld ook een indicatie geven van het spiervezeltype in de biceps van de arm. Nu, met die techniek meten we eigenlijk een 100 keer groter stuk dan dat we zouden kunnen meten met een biopt. Dus het is veel accurater en je hebt geen wonden die je daarna moet laten genezen. Met zo'n MRI-scan kan je dus zien welk spiertype je bent. Wil dat dan zeggen dat we vanaf nu alle schoolkinderen en alle voetballertjes door die scanner moeten duwen? Het is zeker niet de bedoeling dat elke 16-jarige nu onder onze MRI-scanner komt om zijn spiervezeltype te laten bepalen. Als je wil gaan kogelstoten of je wilt gaan paardrijden, doe gerust en volg je hart. En het is inderdaad waar dat met sprong- of sprinttesten dat je wel een indicatie kan krijgen van jouw spiervezeltype. Ben jij eerder snel of eerder traag? Maar het is toch belangrijk dat je rekening houdt met een aantal factoren die het resultaat van die sprongtesten kunnen beïnvloeden. Welke schoenen heb je aan? Heb jij gisteren getraind en ben je dus nog moe? Heb je het al veel gedaan, die sprint- en die sprongtesten? En ben je wel gemotiveerd? Voor wie is zo'n scan dan wel interessant? Wel, voor topsporters of voor topsporters in spe. Als jij de ambitie hebt om echt goed te worden in een sport, dan wil je jouw spiervezeltype meten. Dan weet je jouw sterktes en jouw zwaktes. En kunnen we jou ook zeggen op wie jouw spiervezeltype lijkt? Lijkt dat eerder op Bashir Abdi of op Lotte Kopecky bijvoorbeeld? Dankzij de spiervezelmeting van Eline kan je dus als topsporter in spe alvast voorspellen of je wel kans maakt in een bepaalde sport. Of ja, toch maar beter overschakelt naar een andere. Ik vroeg mij nog af, moet je ook anders trainen? De meeste coaches die gebruiken nog altijd een one-fits-all aanpak. En ze trainen dus al hun atleten op dezelfde manier. Maar eigenlijk is dat niet logisch. Personen met een snel spiervezeltype die moet je niet 3 uur aan een stuk laten trainen. En al zeker niet meermaals op een dag, want ze hebben veel meer rust nodig en anders geraken ze geblesseerd. Stel bijvoorbeeld Vincent Kompany. Die had waarschijnlijk veel snelle spiervezels.
En we gaven hem te weinig rust. Hij moest en trainen en volledige wedstrijden spelen. En daardoor heeft hij waarschijnlijk die vele blessures opgelopen. En als je weet welk spierwezeltype je bent, dan kan je dat ook slim inzetten in wedstrijden. Zo scande ik eens een tennisser met veel trage spiervezels. Wanneer zij dan speelt tegen iemand met veel meer snelle spiervezels, dan kan je je al voorstellen dat ze heel veel explosieve slagen moet incasseren. En in het begin van de wedstrijd kan dat heel zwaar zijn. Maar dan komt het tactische. Als zij die persoon nu eens laat lopen en veel links en rechts speelt, om die persoon uit te putten, wel dan kan zij de wedstrijd misschien toch nog naar haar hand zetten en winnen op haar uithoudingsvermogen. Ziezo, het zit er weer op. Merci om te luisteren. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Als dat het geval is, zeker liken en klik zeker voort naar de playlist vol met andere video's over sport.